Maar nog steeds gelukkig getrouwd. Zeker, met absoluut. Een, nou wat, 3 maanden? 4? 6 maanden. 6 maanden, nee. Oh. Bijna goed. Vandaag is het Valentijnsdag. Het weer is niet heel romantisch, maar misschien hangt er nog wel wat liefde in de lucht. Nou, ik heb nog wel wat. Maar dat komt... dat klinkt weer heel spannend, maar dat komt vanavond. Speciaal voor Valentijnsdag. Ja, zeker. Voor mijn vrouw en mijn dochter. I got some nice roses. Ah, voor mijn partner. My girlfriend. Ja, ik heb zeker al een hele mooie bos bloemen gekregen. Dus hartstikke romantisch. Now we got a new rule. We just moved into the place. And there's always got to be flowers, is the rule. Nou ja, dat is mijn vriendin. Wij zijn niet getrouwd. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, via de vriendengroep. Nou, dat is... Over Tinder, hoor. Tinder. Tinder? Maar ja. Maar we zijn wel bijna 5 jaar getrouwd inmiddels. Ja, van de middelbare school. Haar man is overleden, mijn vrouw. En door de vriendschap zijn we nog steeds bij elkaar. Mijn vader had een nieuwe vriendin gekregen. En daar is zij de dochter van. Dus op een hele gekke manier elkaar leren kennen eigenlijk. Ja. En wat is dan het geheim van zo'n relatie? Communiceren. Dat is het allerbeste. Praten over je dingen en overleg met elkaar. Gewoon elkaar lief hebben, elkaar loslaten. Niet scheiden. Ja, gewoon. Hey, gewoon bedankt. Scheiden is geen optie. Oké. Okay. Blijven praten. Blijven communiceren. Dat is alles belangrijk. Wat zeg je? Zo cringy. Nee, heel belangrijk. Communicatie is de key.